We zijn in Marsdijk in Assen. En ik sta tussen de Japanse duizendknoop. Het ziet er prachtig uit. Ja, ja, op zich ziet het er mooi uit inderdaad. Alleen we zijn er iets minder blij mee. Want het is een invasieve exoot. Dat wil eigenlijk zeggen een plant die van nature niet in Nederland voorkomt. Zoals de naam het al zegt, Japanse duizendknoop, komt hij uit Azië. We hebben hem hier als mens heen gehaald als tuinplant voor de sier. Maar nooit gedacht dat hij hier op andere plekken zo goed zal groeien. Dat hij er eigenlijk voor zorgt, waar de Japanse duizendknoop groeit, kunnen eigenlijk geen andere planten groeien. En zo verdrinkt hij ook heel veel. Oeh, laat nou vastzitten, ja. Hè? Wel een goede plek om verstoppertje te spelen. Ja, dat wel, ja. Wat we graag willen is diversiteit in verschillende planten. En op zo'n plek waar Japanse duizendknoop groeit, zie je eigenlijk alleen maar Japanse duizendknoop. En geen andere planten en kruiden. Dit is ook een Japanse duizendknoop. Hij verspreidt zich al. Ja, hij verspreidt zich goed. Het is een hele sterke plant. En dat maakt hem ook heel moeilijk om hem te verwijderen, doordat hij zo sterk is. Ja. Maar daar gaan jullie iets aan doen? Ja, ja, we willen in Assen heel graag een exotenbrigade opzetten. Dat zal een groep vrijwilligers zijn die inderdaad in hun vrije tijd exoten gaan bestrijden. Waaronder de Japanse duizendknoop, maar ook de reuzenberenklauw en misschien ook wel de springbalseming. En de wortels kunnen tot 3 meter diepte zitten. Dus je hebt wel een paar spierballen nodig bij die exotenbrigade. Ja, vooral op plekken als deze inderdaad. Dat is wel een voordeel daaraan inderdaad. Er komen wel insecten op af. Maar je zou hier ook verschillende inheemse soorten kunnen hebben waar ook insecten op afkomen. En dat hebben we liever. Het is toch een beetje zoals bamboe ook, hè? Ja, klopt. Als je dat in je tuin hebt, dan denk je eerst leuk. Ja, en daarna kom je er niet meer vanaf. Ja, het woekert heel erg. Dus als je er in je tuin mee aan de slag gaat om het te verwijderen, is het ook gewoon heel belangrijk dat je ook ieder deel van de plant goed weghaalt. Maar ook in de grijze container gooit, niet in de groene container. Want we willen niet dat het weer terugkomt in het compost.